Sharon en ik vinden het enorm voorrecht om hier te zijn. Toen we de kerk startten, waren pastor Erald en pastor Mathilde een van de eerste die in onze hoek stonden en ons zeg maar toejuichten en zeg maar onze cheerleaders met de pompons en alles in de hoek van go for it, weet je wel, droom en ga ervoor. En het is machtig mooi, want kijk, we zijn nu 7 jaar onderweg, maar toen we begonnen waren we met een heel klein groepje, met 8 mensen ongeveer. En niemand kende ons, maar zij waren een van die voorgangers die leven spraken, die woorden van bemoediging spraken. En als ik dan kijk waar we nu zijn, dan is dat ook weer een stuk vrucht van wat zij hebben geïnvesteerd in ons. En zo is het mooi om samen op te trekken. En pastor Joshua, die ben ik. Oh, daar. En Chelsea, ze zijn dankbaar dat we hier mogen zijn. Echt waar, we vinden het echt een enorm voorrecht. Guys, ik wil wat delen met jullie. We zijn dus met Duizend Kids Droomtour bezig en met Compassion. En een poos al brandt een boodschap op mijn hart. En het komt uit Handelingen 16, vers 25 en 26. Handelingen 16, vers 25 en 26. En ik moet jullie vertellen, toen ik zelf een tiener was, was dit een van mijn lievelingsteksten. Niet omdat ik het theologisch heel mooi vond en ook niet omdat er zoveel diepgang in zit, maar omdat het gewoon een kort stukje was en ik het dan vaak kon lezen. En dan kon ik zeggen tegen mijn tienerleider, ik heb mijn Bijbel weer gelezen. Weet je wel, maar dit stuk is mooi. En ik kom uit de generatie waar je opgroeide met de NBG-vertaling. We lezen hem uit de NBV, maar ken je dat? Als mensen lang gelovig zijn, dan kan je heel vaak aan de quotes die ze zeggen, qua bijbelteksten, in welke tijd ze tot geloof zijn gekomen. Ik bedoel, als je nu het Onze Vader doet, dan wordt het spannend. Want je hebt een generatie van de NBV, een generatie van de BGT en ik kom nog uit de NBG-tijd. En daar is het nog echt zo old school, weet je wel. Maar Handelingen 16, vers 25 en 26 ken ik dus ook in die old school vertaling. Maar ik ga hem nu lezen in de NBV-vertaling. En daar staat, om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde, alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, ik vraag niet dat u uw woord zegent, want uw woord is gezegend. Maar Heer, wanneer uw woord open gaat, verschijnt er licht. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. Maar misschien nog het allermooiste, hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel, Heer, dat u de weg verlicht en dat we inspiratie mogen ontvangen, richting mogen ontvangen, leven mogen ontvangen vanuit uw woord. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Paulus en Silas waren in de gevangenis. Ik zeg het met een glimlach, maar waarschijnlijk was het niet zo mooi. En als je het verhaal kent, dan waren ze dus bezig. Ze waren het evangelie aan het verkondigen. Ze deden goede dingen. Ze deden geen slechte dingen, ze deden goede dingen. En dan was er een vrouw die liep achter hen aan en die zei, dit zijn volgelingen van de Allerhoogste God. Luister naar hen. Dus die vrouw zei iets goeds. Maar Paulus wist dat de bron waarvanuit die vrouw dat zei, dat die niet zuiver was. Want die vrouw was bezeten van een waarzeggende geest, staat in de NBG-vertaling. Een waarzeggende geest. En die vrouw was een slavin. En Paulus was op een gegeven moment genoeg en hij denkt van, hij draait zich om en zegt in de naam van Jezus, wees vrij. En die vrouw ontving vrijheid. Maar op dat moment was die vrouw dus niet meer nuttig als slavin. En haar eigenaren werden boos. En die sleepte Paulus en Silas voor het gerecht. Zeiden, dit zijn oproeikraaiers, dit zijn onruststokers. Deze mensen moeten naar de gevangenis. En zo werden Paulus en Silas gegooid in de binnenste kerker. En dan stappen we in hun verhaal. Handelingen 16, vers 25. En in de NBG, ga ik het toch in de NBG doen. Omstreeks het middernachtuur baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Ik weet niet of je dat kent, maar soms lees je een stuk en dan denk je, daar zit iets in. En dat had ik met dit stukje ook, zongen Gods lof. Ik zocht het op in zo'n woordenboek en met de Strong's Dictionary. En ik zag, zongen Gods lof kwam van het Griekse woord hymneo. En hymneo, daar komt ons het Engelse woord hymns vandaan. Het zijn gezangen, maar het zijn niet zomaar gezangen. Het zijn gezangen van de Hallel en de grote Hallel. En dat zijn de psalmen die ze zongen wanneer ze naar de feesten toe gingen in Jeruzalem. En nu denk je misschien, maar wat gaat hij nou zeggen? Nou, dat waren psalmen die vertellen over de grote daden die God heeft gedaan. Dat zijn psalmen die vertellen hoe God het volk keer op keer op keer heeft bevrijd uit de greep van slavernij, uit de greep van
van wat dan ook wat hen tegenhield. Het waren psalmen die vertelden hoe groot God is. En dat hij is een waymaker, een miracle worker, een light in the darkness. Dat zongen ze. En dan staat er, en de gevangenen luisterden naar hen. Natuurlijk luisterden die gevangenen. Want die gasten dachten van, wat doen deze twee? Ze kunnen geen kant op. Ik weet niet hoor, maar als ik in die gevangenis zat, dan had ik een nieuw hoofdstuk van klaagliederen geschreven. Maar Paulus en Silas niet. Paulus keek naar Silas en hij zei, hey boy, kan je nog klappen in je handen? Ja, dat kan ik nog. Kan je nog stampen met je voeten? Ja, dat kan ik nog. Laten we zingen. En ze begonnen te zingen. En de gevangenen luisterden naar hen. En wat er dan gebeurt, Paulus en Silas hadden verwachting. En bij ons in de kerk, bij Reconnect, is dat nu het woord van het jaar. Verwachting. Want ik word er een beetje moe van. Ja, mijn vrouw is mijn verwachting, ja. Leuk. Die grap maakten ze bij ons ook al. Ik voel me helemaal thuis. Maar ik word er namelijk een beetje moe van dat we bij elkaar komen op zondag en een fijne tijd hebben. Weet je wel, want waar Jezus kwam, dat was verwachting. Jullie kennen het verhaal misschien van Bartimeus. Bartimeus zit daar buiten de poort bij Jericho. Hij hoort rumoer en Jezus gaat voorbij. En Bartimeus zegt, wat gebeurt er? Die man is blind. En nog iets over Bartimeus. Er wordt in 3 van de 4 evangelie over Bartimeus gesproken. Maar alleen 1 evangelie noemt zijn naam. De anderen noemen hem de blinde bedelaar. En dat is namelijk omdat we heel vaak mensen herkennen aan hun situatie. Of de strijd waar ze doorgaan. Maar Jezus ziet Bartimeus. Bartimeus roept uit alle macht. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En die mensen eromheen die zeggen, hou je mond, gast. Zie je niet dat Jezus business heeft? Hij is op weg. En hij roept des te harder, staat er dan. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En dan wordt het stil. En Bartimeus denkt een woord wat je niet kan zeggen in een kerk op zondag. Maar hij denkt het wel. Het heeft iets te maken met iets. Je weet wel. En oh boy. Dat is de nette vertaling. Oh boy. Ik heb het nu echt verpest. En Jezus roept hem. En het grappige is, dezelfde stemmen die zeiden hou je mond, zeiden nu stil maar, de meester roept je. Als je maar lang genoeg verwachting hebt en lang genoeg vasthoudt, dan zullen de stemmen die je eerst willen tegenhouden je brengen bij de plek waar je kan komen. Want als Jezus je roept, moeten alle stemmen luisteren. En Bartimeus gaat naar Jezus. Maar voordat hij naar Jezus gaat, gooit hij zijn mantel af. Die mantel, dat was zijn bedelaarsmantel. Die mantel, die bedelaarsmantel, was wie hij was. Dat was de identiteit die mensen op hem hadden gelegd. Dat was die blinde bedelaar. Maar hij wilde Jezus zien en hij wilde alles wat over hem was gezegd, afgooien. Verwachting doet wat met mensen. Er is een ander verhaal in de Bijbel over die mevrouw. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, supermooi verhaal. Die mevrouw is geen Jood, is niet uit het Joodse volk. En ze hoort dat Jezus ergens thuis is. Jezus wilde undercover ergens zijn. En toch hoort die vrouw, ik vind het zo typisch dat een vrouw dan wel weet waar Jezus is. Ik denk dat die vrouw in de salon was, de haar deed. En dat ze hoorde van, weet je wel, en zij ging er naartoe. En deze vrouw gaat naar Jezus en Jezus zegt, weet je, Jezus zegt, het is niet goed dat het brood van de kinderen voor de honden wordt weggegooid. Echt, ik weet niet, als ik die vrouw was, zou ik zeggen, wat? Oké, is goed. Want Jezus is lief, Jezus is goed, Jezus geneest iedereen. En die vrouw komt daar en zegt, mijn dochter wordt gekweld door een boze macht, wilt u haar bevrijden? Het is niet goed dat het brood van de kinderen voor de honden wordt gegooid. Jezus noemde die vrouw een hond. Maar kijk hier wat verwachting doet. Die vrouw zegt, maar is het niet zo dat de kruimels van de tafel vallen op de grond? Die vrouw heeft de doggybag uitgevonden. Ze zei, is het niet zo dat de kruimels van de tafel voor de honden zijn? Geef me een kruimel. Ik heb geen brood. 1 kruimel is meer dan genoeg om alles te veranderen. Verwachting doet iets met mensen. Nog een tekst over verwachting. Jesaja, zo'n hele bekende. Zij die de Heere verwachten, zij vernieuwen hun kracht. Verwachting. Ik weet niet van jullie, maar ik heb zo vaak gebeden voor kracht. Ik heb zo vaak de Heere gevraagd. Heer, geef me meer van uw kracht. Geef me uw kracht. En dan zegt de Bijbel gewoon, nee. Je moet mij verwachten. Want dan vernieuw je je kracht. En dan komt er een volgende belofte en dan gaan we echt verder. Maar dit is echt zo leuk. They will mount up with wings as eagles. Ze varen op met vleugels als arenden.
En als je dan kijkt in die tijd, arenden, dat waren dieren die werden gerespecteerd. Dat was niet zomaar. Arenden waren sterk. Als je het hebt over de vleugels van arenden, dan werd er gerefereerd aan het feit dat arenden vochten voor hun jong. Dan werd er gerefereerd aan dat arenden niet bang waren om te vechten wat van hun is. Dan werd er aan gerefereerd dat arenden niet bang waren voor de storm, maar boven de storm gingen zweven. En als Jesaja zegt, zij die de Heere verwachten, zij vernieuwen hun kracht en ze zullen opvaren met vleugels arenden. Dan zegt de Bijbel eigenlijk, als jij de Heere verwacht, dan krijg je nieuwe kracht. En je zal kunnen vechten voor wat van jou is. Verwachting doet iets met mensen. En Paulus en Silas zitten in die gevangenis en verwachten iets van God. En dan staat er plotseling. En ik hou ervan als de Bijbel spreekt over het woord plotseling. Plotseling, dan weet je, er gaat iets gebeuren. Als Gods woord het woord plotseling erin gooit, dan woehoe. Get ready for action. Get ready to rumble, want dan komt God. En ik zie het zo voor me. Paulus en Silas zijn aan het zingen. En de Vader, die is in de hemel. En al die engelen zingen heilig, heilig, heilig. En hoe mooi wij hier op aarde soms ook kunnen zingen. En jullie zingen verschrikkelijk mooi. Weet je wel, echt mooi. Maar de hemel heeft perfecte aanbidding. Want onze worship is heel vaak gebroken. Laten we eerlijk zijn. Het komt uit, we gaan door seizoenen heen. En soms is ons hart gebroken. En dan is het gebroken. Maar de worship in de hemel is perfect. Maar het moment dat broken praise opstijgt, dan zegt de Vader in de hemel, hush, hush, stil, stil, stil. Horen jullie dat? En de engelen zeggen, ja, wat bedoelt u? Hoor je dat? Mijn kinderen zingen. En dan zie ik het zo voor me dat de Vader opstaat van de troon. Zo. En dan zo naar beneden komt, met al zijn engelen. En dan luistert naar de aanbidding van zijn kinderen. En het ontvangt. De psalmen zeggen niet voor niets. God woont te midden van de lofzangen van zijn volk. Hij woont erin. Het is zijn huis. Hij wil er zijn. Weet je wel? En Paulus en Silas waren aan het zingen. En dan komt God daar. En als God ergens komt, dit is leuk. Dan komt God met al zijn glorie. Met al zijn macht. Met al zijn leven. Met al zijn kracht. Met al zijn licht. En wanneer het bovennatuurlijke stapt in het natuurlijke, kan het natuurlijke niks anders doen dan openbreken. En dat is wat daar gebeurt. Die gevangenis begint te schudden, want de glorie van God vervult die gevangenis. De deuren van de gevangenis schieten open. Niks kan op slot blijven als God daar is. Alles gaat open. Het gaat open, lieve mensen. En dan gaat het nog verder. Alle boeien raken los. En ik hou van dat woord. Want als de Bijbel zegt alle, dan bedoelt de Bijbel ook alle. Als de Bijbel had bedoeld, alleen die boeien van Paulus en Silas had er gestaan. Alleen Paulus en Silas werden bevrijd. Maar hij staat, alle deuren gingen open. Alle boeien raakten los. Weet je, wanneer jij in een situatie bent samen met anderen. En jij hebt je focus op God. En jij hebt je verwachting van hem. En je verwacht het van hem. Dan komt God met bevrijding. Maar die bevrijding is niet alleen voor jou. Maar voor iedereen in diezelfde situatie. Dat is wat er gebeurt wanneer jij je uitstrekt naar God. En dan zijn we er nog steeds niet. Dit stuk is echt leuk, ik zeg het je. Want daarna wordt die bewaarder wakker. En die schrikt zich helemaal een hoedje. Een hoedje, net woord hè. Die zegt, wat is er gebeurd? Hij pakt zijn zwaard en hij wil zichzelf van het leven beroven. Want hem was gezegd, let op deze twee mensen, ze zijn gevaarlijk. Het eerste wat hij ziet, de deuren zijn open. En hij denkt, dit gaat never nooit goed komen. Dus hij wil zichzelf steken. En op dat moment zingt Paulus de profetische woorden van Lionel Richie. En hij zingt, hello, is it me you're looking for? En die bewaarder denkt, what? En hij zegt, jongen, doe jezelf geen kwaad. We zijn allemaal nog hier. En dan zie je dat die bewaarder, die moest letten op Paulus en Silas, die hun gevangen moest houden, dat die bewaarder hun meeneemt naar zijn huis. En dan wordt hij gered. Hij wordt gedoopt, maar niet alleen hij. Hij en zijn hele huis worden gered en worden gedoopt. En dat is dus wat er gebeurt wanneer er een beweging van God losbreekt in het leven van een van zijn kinderen.
Paulus en Silas werden bevrijd. Niet omdat zij zo nodig bevrijd moesten worden, want zij waren al vrij. Maar God bevrijdde hun uit die gevangenis, zodat die bewaarder bevrijd kon worden. En ik verwacht nog steeds, ik zeg bij ons in de kerk, guys, dit wordt het jaar van verwachting. We gaan wonderen verwachten, we gaan doorbraken verwachten. Maar niet voor ons, maar zodat de mensen daarbuiten gaan zien dat Jezus leeft. Dat de God die wij dienen nog steeds dezelfde is. Gisteren, heden, dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Dat hij niet verandert, dat niks onmogelijk is voor hem. Ik hou van dat zinnetje uit Genesis waar er wordt gezegd, is er ook maar iets onmogelijk voor de Heer? Is there anything too hard for the Lord? Laten we weer dromen en verwachten als kinderen. Laten we weer geloven dat God het onmogelijke kan doen. En dat hij jou daarvoor wil gebruiken. Want dat is ook nog een dingetje. Ik weet niet van jullie, maar ik vond dat een heel lastig dingetje. Ik vond het prima als God Pastor Erald gebruikte. Tuurlijk, dat is Pastor Erald. Logisch, 1 plus 1 is 2. Tuurlijk gebruikt hij hem. Dat hij Pastor Joshua gebruikt. Tuurlijk. Maar mij? Ik? Die nog steeds soms zijn issues heeft? Ik, die nog steeds niet perfect is, ben, zie je, ik kan niet eens normaal Nederlands. Weet je? Ik, die soms vragen heeft, die ik misschien niet moet hebben. Ik? Nee. Gebruik Pastor Jeffrey maar. Die heeft altijd een wijs woord. In season, out season, altijd. Altijd. Als je gewoon met een app, komt er gewoon een preek. Altijd. Die mensen worden gebruikt, tuurlijk. Maar ik? Ik die soms geen zin heb om te bidden. Dat is echt erg, hè? Maar een voorganger die soms gewoon geen zin heeft. Soms wil ik gewoon slapen. Echt. Weet je hoe irritant het is als God je wakker maakt om 3 uur 's nachts om te bidden? Dan kijk ik hem aan van. En dan kijk ik naar rechts en dan zie ik Sharon. En dan zeg ik tegen de Heer. Heer, u geeft het uw beminde in de slaap. Dus ik wil slapen. Geef het mij. Ik heb soms geen zin. Ik heb soms geen zin om te zingen. Echt niet. Mogen jullie eerlijk weten? Dan is mijn hoofd vol, heb ik geen zin. En dan moet ik net als David zeggen, bless the Lord, oh my soul. Ik moet tegen mijn emoties zeggen, begin God te prijzen. En toch zegt God, ja maar ik wil jou hebben. En ik zeg het bij ons in de kerk heel vaak, en ik zeg het tegen jullie nu ook. Als God mij kan gebruiken, kan hij iedereen gebruiken. Echt waar. Ik ben zeg maar die ondergrens. Weet je wel, Paulus zei op een gegeven moment, ik ben de minste. Daaronder. Maar God kan dat doen. En het leuke is, als God mij gebruikt, dan zegt iedereen die mij kent, zegt, het is de Heer. Iedereen, het is de Heer. Ik kan ook wat. Dit is de Heer. Halleluja. Het houdt je nederig. Het houdt je nederig. Maar die beweging van God. En daar wil ik jullie vandaag mee uitdagen. Ik geloof dat er vanuit deze gemeente zo'n beweging komt van God. Waar je bent geplaatst op je werk. Waar je bent geplaatst op school. Waar je bent geplaatst in je familie. In je gezin. Een beweging van God. En juist als je denkt, is het niet te laat? God is heel goed in dingen doen wanneer het lijkt dat het te laat is. Nog zo'n verhaal als je het hebt over verwachting. Die begrafenis bij die jongen van Nain. Ken je die jongen? Er was een begrafenis gaande. Die jongen werd begraven. Die man was dood. En Jezus loopt en ziet die begrafenis. Leuk, Nain betekent groene weide. Wist u dat? Dus zelfs in groene weides kunnen er begrafenissen zijn. Zelfs, ik wil Psalm 23, hetzelfde woord. Heer, u leidt mij. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. U leidt mij. Groene weide. Ik heb het altijd gedacht van dat zijn de perfecte plekken. Daar is alles goed. Daar is alles mooi. Daar zingt iedereen blij. Daar danst iedereen zo. Jazz hands en alles. Maar in Nain was er een begrafenis. Zelfs daar kunnen dromen doodgaan. En dan komt Jezus langs. En die people were minding their own business. En Jezus loopt naar die jongen en zegt, hey, sta op. En dan staat er in die Bijbel, die jongen ging ploep. En hij werd wakker. Dat moet toch wat zijn geweest. Maar dus zelfs als het te laat is, is God nog op tijd. Dat is de God die wij dienen, mensen. Weet je, dus niemand is te ver heen. Zelfs als het te laat is, is God nog op tijd.
En dat is een goeie, want je hebt altijd van die mensen die zeggen, oh, God is nooit te laat, hij is nooit te vroeg, hij is altijd op tijd. Ik vind het zo irritant, want ik zou willen dat hij wel eens te vroeg zou zijn. Iemand? Ik zou dat zo fijn vinden. Het is goed voor mijn geloof als hij een keer te vroeg is. Maar zelfs als hij te laat is, is hij nog op tijd. Dat is God. En Paulus en Silas. En ik, het is mijn gebed en mijn verlangen dat hier meer Paulussen en Silassen gaan opstaan. Meer Paulussen en Silassen. Mensen die zeggen, ik zie de situatie. Ik ontken de situatie niet, maar ik erken de grootheid van mijn God. Snap je, dat is het verschil. Mensen zeggen, als jullie zijn blind geloof. Nee, geloof is niet blind. Geloof ziet wat God kan doen. Ondanks de situatie die zegt dat je je ogen moet sluiten. Weet je wel, dat is. En die mensen, als wij met elkaar opstaan. En tegen de trend die in Nederland losgaat, ingaan. En zeggen, ja, jullie kunnen zeggen dat die kerk afneemt, maar wij zien iets. God is aan het werk. Weet je, God is aan het werk. En er komt een herleving. Ik geloof het met heel hard. Er komt een beweging van christenen. En dan gaat het niet van buiten komen, maar God gaat hier een beweging brengen. En jullie worden de beweging van God. William Booth zegt het zo mooi, de oprichter van het leger des heils. Hij zegt, I'm not waiting for a move of God, but I am a move of God. En dat heeft niks met arrogantie te maken, maar met alles met nederigheid en weten dat God het is die door ons heen wil bewegen. En dat wil ik jullie ook meegeven vandaag. Als het Compassion Sunday is, geloof ik dat hier mensen zijn die een beweging zijn van God. Om recht te brengen in levens van anderen. Niet alleen bij kinderen aan de andere kant van de wereld, maar ook bij je buurman, je buurvrouw, je collega. Want wat is recht doen volgens mij, en ik denk ook volgens de Bijbel, is Gods koninkrijk zichtbaar maken in deze gebroken wereld. Dat is rechtvaardigheid. En dat uit zich in allerlei dingen. En als ik hoor en lees dat er elke 6 seconden een kind sterft door armoede, dan weet ik, dan is de kerk van Jezus Christus daar het antwoord. En dan mogen wij recht doen en recht brengen en het koninkrijk van God daar zichtbaar maken. Als ik hoor en lees dat ouderen eenzaam zijn hier in Nederland, dan geloof ik dat dat een opdracht is voor de kerk van Jezus Christus om recht te doen en daar te zijn en het koninkrijk van God zichtbaar te maken bij die mensen. Als ik hoor dat er mensen leven in Nederland onder een bepaalde grens en dat ze echt geen cent te makken hebben, dan geloof ik dat daar een opdracht ligt voor de kerk van Jezus Christus om recht te doen, om Gods koninkrijk zichtbaar te maken door er te zijn voor die mensen. En met dat wil ik ook eindigen. Als ik met onze kerk, vanaf het begin waren we betrokken bij bijvoorbeeld Stichting Present. En dan kwamen we wel eens bij mensen. En dan zeiden mensen, waarom doen jullie dit? En dan zeiden we, omdat we van Jezus houden. Zeiden, maar ik geloof niet in Jezus. En dan zeiden, nee, dat is prima. Maar Jezus gelooft wel in jou. En daarom zijn we hier. En dan hoor je dat mensen op zoek gaan naar die Jezus. Wie is die Jezus die mensen in beweging zet? Onvoorwaardelijk, zonder er iets voor terug te vragen, maar gewoon liefde uitdelen alsof het niks is. Make it rain, maar dan met liefde. En die Jezus willen wij bekendmaken. Vader, dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel voor dit woord. En dank u wel dat u spreekt, ook vandaag. Heer, en hier zitten allemaal kostbare mensen, kostbare levens, mannen en vrouwen. Zonen en dochters van de Allerhoogste God. Ik bid, Heer, in welke situatie ze ook zitten. Geef ze een lied om te zingen over die Almachtige God die in staat is om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Geef hun harten vol van verwachting, dat we het mogen verwachten van u. Heer, en dat we een beweging van u mogen gaan verwachten en gaan ontvangen en gaan zien in ons leven. Heer, dat dit een dag zal zijn waar de kerk meer en meer opstaat tegen onrecht. En zegt tot hier en niet verder, want wij zijn hier. En Heren, we willen niet langer wachten op een beweging van u, want we weten wij zijn een beweging van u. Dankzij uw Heilige Geest die in ons woont en ons in beweging zet om leven, licht en liefde te brengen in levens van de anderen. Om hoop te brengen op plekken waar er geen hoop meer is. Heer, om genezing te brengen op plekken daar waar er bijna niks meer mogelijk is. Heer, om leven te spreken daar waar de dood lijkt te hebben gewonnen. Heer Jezus, dank u wel dat u ons opwekt en dat u ons wakker maakt om in beweging te komen voor u. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen.